Kreeft, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 39. En dat is van maandag 25 september tot en met zondag 1 oktober. En de kaart is schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Kreeft, alsof deze week een week is waarbij je wat gaat twijfelen over bepaalde zaken. Ik heb het idee dat je misschien niet zo gehoord kan voelen en daardoor wil je bepaalde zaken gaan veranderen. Het kan zijn dat je deze week nog niet helemaal het gevoel hebt hoe je het moet veranderen. Het kan wel zijn dat deze week vooral wat dingen gebeuren of dat je wat bepaalde manier naar bepaalde zaken gaat kijken. Dat je het gevoel hebt dat je het graag anders wil doen. Misschien heb je het idee dat de omgeving bijvoorbeeld niet helemaal mee wil werken, of heb je het gevoel dat je je heel erg moet uitleggen over wat je wilt gaan doen? Ik heb het idee dat je dat niet per se het fijnste stuk vindt, dus het kan zijn dat je deze week misschien wel even wat terug gaat trekken, maar uiteindelijk gaat het doel ook zijn dat je voor jezelf heel helder hebt welke kant je wel op wilt gaan. Deze week lijkt het echt een week te zijn waarin je tijd mag nemen voor jezelf om goed te onderzoeken en goed te doorvoelen wat je wel wilt, en dan kan je dat stukje misschien ook wat meer los gaan laten en meer richting voor jezelf gaan kiezen. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.